Goedendag, lieve mensen. Ik moet echt eventjes weer wat kwijt, hè? En ik als Mimi de Clown kan natuurlijk ook weer gewoon de bril opzetten. Maar ik heb nu eventjes gewoon helder een blik in de toekomst. Ik heb het een en ander gehoord op Facebook en op YouTube filmpjes. En wat het kabinet allemaal probeert... En niet probeert en de overheid wat voor wetjes ze nou weer in onze buikjes willen splitten, is gewoon te gek voor woorden. Het is te triest voor woorden. Ik hoop gewoon dat ieder echt helemaal heel helder gaat kijken naar de feiten. Er zijn namelijk feiten dat in de grondwet enkele dingen staan die volgens de wet dus niet kunnen. En die worden wel gewoon gedaan door de overheid. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, omdat ik die wet niet uit mijn hoofd ken. Maar ik heb nu net een video bekeken van een advocaat. En een specialist in het analyseren van wetten. En die dus ook het wetboek erbij heeft gehouden. En tot de conclusie is gekomen dat de overheid gewoon liegt. Handelt naar eigen belangen. Onderliggende belangen. Het is echt te triest voor woorden. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je toch positief blijft en je eigen guts blijft volgen. En vanuit je hart probeert te voelen wat voor ieder mens het beste is en ook voor jezelf. Dat je niet gelooft wat ieder je probeert aan te naaien. Maar dat je dus ook gewoon nadenkt, navoelt. En dat als jij de waarheid hoort, jij het kan voelen via je guts. Daar resoneer je mee of daar resoneer je niet mee. Daar vibreer je mee of daar vibreer je niet mee. Het is dus heel belangrijk dat je leert voelen wat voor jou de waarheid is. Ik kan alleen dat benadrukken. En ik kan alleen voor mijzelf spreken. Dat hele vaccinatiebeleid, die QR-code, er nergens toe dient. Want als je goed kijkt en goed waarneemt en goed leest wat er in de wetten staat, dan hebben ze helemaal geen recht om ons deze vrijheden te ontnemen. Mensen die niet gevaccineerd zijn. Ze proberen die twee strijd, die twee verdeeldheid alleen maar te motiveren. Er wordt gewaarschuwd door vorm dat er, net zoals in de Tweede Wereldoorlog, dingen zijn gebeurd die stapje voor stapje erger werden. En dat gebeurt nu ook. Maar er zijn dus ook mensen die zeggen, nou, ik weet wel wat er straks gaat gebeuren. Ja, dat weet ik ook wel. Maar dat moet je dus eigenlijk niet weten. Je moet eigenlijk proberen weten... Voelen, hopen, dromen, wat er wel positief zou gebeuren. Je moet dus niet in het negatieve gaan zitten, maar wat er wel kan. Oftewel dat wij allen gewoon samen opstaan tegen deze ellende. En dat wij broeders, hè, gevaccineerd en ongevaccineerd, niet meer met ons laten sollen. Dat wij gewoon een echte democratie willen en geen totalitaire staat zoals het nu blijkt te zijn. Geen politiestaat. Zeg gewoon mensen, die willen het gewoon niet zien, hè. Ze kunnen het gewoon niet bevatten en dus ontkennen ze het. Dat is hetzelfde als pornografie. Zo vaak voorkomen dat de moeder des huizes het ontkent. Terwijl ze eigenlijk weet dat haar man gewoon het met haar kindjes doet. Maar het gewoon niet wil zien. En dat is nu precies met die Tweede Kamer. Die wil het gewoon niet zien. Zit constant te volgen. Ja, je zit een vergelijking te maken met de Joden en met de Tweede Wereldoorlog. Alsof het daarom gaat. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat be prepared. Ja.
bedenk dat het toen is gebeurd, wat er toen is gebeurd, hoe het is toen gebeurd, waardoor. En dat stapje voor stapje de Joden toen helemaal weggevaagd werden. En dat willen ze met ons ook doen. En het is niks geen conspiratie, het zijn gewoon echte feiten. Als je maar onder ogen wilt zien. Nou, dat wou ik eventjes kwijt. Acht. Ik hoop toch op een hele gezonde nieuwe wereld. En op een ontspannen slaap. Zonder angst. Ga vooral niet in die angst zitten. Ik wil je niet bang maken. Samen zijn wij sterk. We kunnen hier tegen deze negativiteit kunnen wij strijden in een positieve zin. Je begint met jezelf. Je zegt I am. Dat betekent dat je in je kracht gaat staan. Al je lichaamscellen worden gevuld met het licht en de kracht van de bron. En zo zijn we allen gelijk, gevuld met het licht. Het licht.